Een paar afdelingen van het jeugdinstituut zullen ondergebracht worden in het gebouw van het nieuwe hoofdkwartier van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken aan de Lalaroekweg. AWJ-minister Stephen McAndrew zegt dat er nog enkele zaken in het gebouw in orde gemaakt moeten worden, alvorens deze afdelingen hun intrek kunnen nemen. We zijn vanaf 26 maart na de overhandiging zijn we ingetrokken. Het is nog een en ander wat we daar moeten doen, maar arbeid is nu operationeel vanuit die locatie. Het Nationaal Jeugdinstituut gaat verhuizen. Maar we moeten eerst even nog een paar zaken beneden van waar Hotel Babylon was, waar die winkels waren, afronden, zodat we daar dan een paar afdelingen kunnen plaatsen. De bewindsman vertelde ook dat de uitbetalingen aan vertegenwoordigers van de jeugdraad na maanden inmiddels zijn gedaan. Echter verneemt de redactie dat de CARICOM Youth Officers nog geen betalingen hebben ontvangen.